De vraag is: met ballen of zonder ballen? In ieder geval met en Niet te veel groenten erin. Althans, dat is mijn eigen favoriet als het gaat over groentesoep. Ja? Maar er is nu een groentesoep-challenge. Ja. Dus je wordt gewoon uitgedaagd: wie kan de lekkerste groentesoep van Flevoland maken? Muriel van der Wal, goedemiddag. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is een goede groentesoep? Voor jou? <laughs> nou, tegengesteld van wat uh, jij net aangaf. Voor mij is dat met heel veel groenten, weinig zonder vlees en met vermicelli. Maar volgens mij gaat het ook niet zozeer om wat uh, ik nou heel erg lekker vind. Maar nee. wat het publiek in Almere uh, heel lekker vindt aan, aan groentesoep. En oh. ze mogen hun soep uh, zaterdag inkomen dienen. Zeg maar dat nou. is lastig. Nou, ze kunnen een pannetje soep maken en met het pannetje naar buiten Nou ja, Oké, okay, maar wat is lekker? Ja, dat is. Nou, het wordt dus beoordeeld door uh, chef kok Raymond van Hazel's Kitchen. En uh, ik zat de gek en uh, wellicht dat er nog wat vrijwilligers zijn die ook willen proeven en dan gaan we daar wel een gemiddelde van nemen. Maar Raymond van Hazel die is daar wel leidend in, want die heeft verstand van uh, van zaken. Ja, waarom doen jullie dit? Normaaliter organiseren wij altijd het groentesoepfestival. Festival geënt op duurzaamheid en uh, circulariteit. Maar uh, dit jaar moest dat toch uh, in een ander vat gegoten worden. in verband met uh, corona. Dus we gaan nu niet een uh, festival optuigen. Waar's met 60 kramen, met drie podia. en. Mm -hmm. waarbij wij uh, net als het jaar 10.000 uh, bezoekers gaan trekken. Maar meer. Uh, uh, we willen nu dit jaar wat meer gaan zitten op. Uh, klein maar fijn. En we wilden toch iets echt iets attractiefs uh, inbouwen. Uh, in, in, uh, en uh, Grown Green Cities heeft uh, mij gevraagd. Uh, Samen met hen iets te bedenken waarbij we de mensen wel activeren. Uh, waarbij het ook een link heeft met groentesoep. Met groenten vanaf de buitenvaart. En uh, ja, iets om te doen. En toen kwamen we op de groentesoep challenge. Ja, hoe kom je dan op zo'n groentesoep uit? Ja, ik vind het geweldig. We, we, waar kwam dat vandaan? Wel, welke, welke input kwam er in een keer dat je zei... ik heb het, het wordt groentesoep. Nou ja, ons festival heet Groentesoep ja. Festival. En dat was eigenlijk de enige link. Want uh, ik heb ook al heel veel... Heel makkelijk mijn... dus eigenlijk. Ja, ik heb vanuit mijn omgeving al gehoord... waarom doe je niet zo op z'n Amerikaans zo'n uh, uh, apple pie. Uh, ja, contest, ja, ja. zo in de herfst. Maar um, nee, wij vonden groentesoep toch wat beter passen bij het groentesoepfestival. Je zei net al, het is, een, het is een samenwerking van de Stichting Art Culture, Growing Green Cities, Floriade Expo 2022 en de gemeente Almere. Klopt en de winkeliersvereniging en de Almere buiten. Ja, dat klopt. Allemaal bij elkaar. Ja. Hoeveel uh, groentesoepen verwachten wij? Zaterdag, uh, nou, ik hoop dat wij uh, vijf tot tien soepjes kunnen proeven. En dat we daar dan uh, een goede winnaar... Nee. 200, kom je ook langs. <laughs> dan moet het toch veel meer zijn. Ja, dat lijkt mij toch ook. Ja. Iedereen. Hef, nou ja, bijna iedereen heeft wel iets met groentesoep, denk ik. Ja, dat zou juist zeggen, maar nee, wij hopen op 5 tot 10. Ik denk dat dat toch nog een soort van drempel is dat mensen met een, een pannetje soep uh, de wereld over moeten en dat naar het buitenhuis moeten komen brengen. En uh, we, gaan, we gaan kijken hoe ze dat dan, hoe zich zaterdag ontpopt en hoe dat in de toekomst uh, wellicht door kan ontwikkelen. Dat ze een wellicht in de rij staan uh, om hun groentesoep in te zetten om, om uh, al die al meerders bij elkaar te krijgen. Zeker weten. Met, uh, met, uh, met de groentesoep. Ja. It, gaat het alleen Jullie om smaak? Ja, ik vind het heel erg leuk. Ik vind het een hele leuke En ja, ja. Het ja. leukste is dat uh, iemand, is wint, iemand die, wint, die wint, dat is gewoon een, 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 een groentesoep uit blik. Ja, dat nou, nee. dames dat zei ik ook. Van, is het alleen een kwestie van smaak? Of gaat het ook over welke ingrediënten je gebruikt? Ja, we kijken natuurlijk. Hè, uh, ik kan me goed voorstellen dat er een vegetarische groentesoep voorbij komt. Of een veganistische zelfs. Uh, groentesoep uh, zoals uh, iemand gewend is dat in Marokko te eten. Of in Spanje. Dus daar hopen we wel. Zo ja. hebben we het ook uh, geplucht. En daar hopen we wel ja, een beetje op. Ja, wat, want dus... jullie hebben duurzaamheid en circulair en in jullie vaandel zitten natuurlijk. Dus als iemand aankomt met ik heb een duurzame en circulaire groentesoep. Nou, dan misschien wel eens Streepje voor. Nou ja, precies. Ah, ja, precies. Dat zo, wat gaan we winnen? Als je als, als ik, ik praat al in de winvorm. <laughs> ja. Je gaat winnen. Um, je mag op uh, zaterdag 3 oktober samen met Raymond uh, de soep gaan koken: Real okay. life, zo'n real life cooking setting in het uh. buitenhuis. En daar gaat hij uh, als chef kok uh, uh, je soep Samen met jou nog verder verfijnen. Dus dat het echt een top of de bill soepje wordt. En daarna komt jouw groentesoep uh, onder jouw recept, zeg maar, op de menukaart van uh, Hazel's Kitchen in het buitenhuis. Kijk, dus dan gaat iedereen de soep van Flevoland ja, eten. eten. Ja, Ja. kijkt er naar uit. Nog eventjes, uh, wanneer, hoe laat kunnen we het inleveren, de soep? Dus de groentesoep challenge is za aankomende zaterdag van 2 tot 5. Kun je met je pannetje soep komen? Wordt het overgegoten in een bakje? krijgt een etiketje en dan gaan wij dat proeven. En dan uh, krijg je daar uitsluitsel van. En dan 3 oktober, dan hebben wij groentesoep in buiten... waarbij alle terrassen uh, in het centrum van Almere Buiten geprogrammeerd zijn... met singer-songwriters, goochelaars, stand-up comedians, wat al niet meer. En dan kun je in het buitenhuis uh, alsnog die groentesoep proeven. Stel nou dat dit een groot succes wordt... wordt het dan de, de, daarna de tomatensoep, de uiensoep en kippensoep de, de, de kippensoep? En, 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 alles. Wellicht dat we in Almere Poorten gaan doen. Je bent niet de eerste die dit bedenkt, namelijk. Misschien in de oh, haven de kippensoep. De ja. En in buiten houden we groentesoep. groentesoep festival en Almere ja. buiten die horen bij elkaar. Laten uh, we hopen dat het een succes wordt en dat het ja. niet in de soep loopt. Uh, het is aanstaande zaterdag dus. Hè? Ja. 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 Uh, van twee uh, tot vijf. Iedereen mag gewoon komen. Hè? Kom iedereen maar. Kom ja, langs. Maar. Ja, Komt. jullie zijn Goed. ook welkom. Mannen, vrouwen, kinderen. Uh, weet ik ja, het? Ja, kindergroentesoep is misschien een heel andere belevenis. Oma's ja. groentesoep. Ja. Yeah. Dat zijn ze. Ja. Nou, Muriel, dank je wel.